Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Ik ben net gaan sporten. Andres is nog hier in de fitness. Maar ik ga er wel een paar inkoop doen. Want morgen is Mia Lutje jarig. Ze wordt 3 jaar. Dus ik heb nog een aantal dingetjes nodig voor morgen. We moeten ook iets van een tractatie meenemen naar school. En ik ben er nog niet helemaal uit wat dat gaat worden. Dus we'll see. Maar ik ga even langs de Action, langs de Dreamland, denk ik. En dan misschien ook nog langs de winkel. Afhankelijk van hoe laat het ondertussen al is. En wanneer ik Andres kan komen oppikken. Het is 10:30 nu. Dus lots of work to do. Maar komt goed. Het was een mega, mega hectische ochtend trouwens. Echt niks liep zoals wij het wouden. Met de kindjes ook. Ons eigen geduld en zo was ook echt niet wat het moet zijn. De poetsvrouw kwam ook vandaag. Allee, of deze morgen. Die is nu bezig thuis. Maar ja, er moest dus nog van alles worden opgeruimd en zo. Je kent dat. Wij waren niet echt goed voorbereid. En dat zorgde natuurlijk voor stress. Dus eigen schuld. Maar oké, ik ben blij dat ik even heb kunnen sporten een uurtje. En nu beginnen aan de rest van de dag. Ik heb ook een snackje bij, want ik heb honger en aan mijn water. Dus ja, dat ga ik even opeten terwijl ik aan het rijden ben. Let's go! En we gaan er nog een productieve dag van maken. We zijn terug thuis. Ik heb vanmiddag al gegeten. Ik heb tomaat mozzarella gemaakt. Ik heb de fruitjes die ik had gekocht bij de Lidl heb ik al in de ijskast gezet. En ik zal jullie even laten zien misschien wat ik in de Action heb gekocht. Ik heb hier nog 2 rollen inpakpapier gekocht. Want ja, we hebben bijna geen inpakpapier meer. En dan kan ik daar een cadeautje mee inpakken. Dan heb ik ballonnen gekocht. Deze, heb er nog een. Ah ja, hier. Eentje voor morgen al mee. En eentje voor op het feestje dat we organiseren. Dan gouden en roze ballonnen. Ik heb ook een helium tank gekocht. Om toch ook een aantal ballonnen omhoog te kunnen hangen. Dit heb ik gekocht. Nieuwe afvalzakjes. Ah ja, dit moet ik nog wegleggen. Dat was nog van de Lidl. En dan heb ik voor te tracteren als tractatie op school. Heb ik deze bekertjes gekocht van Peppa. En dan was ik dus aan het denken om daar wat fruitjes en zo in te doen. En ik heb ook van die mini-cakejes gekocht en lollies. En om dan van boven een lolletje erin te steken, een cakeje erop te leggen en een aardbeidje of zo er van boven op te leggen. Want de aardbeien waren redelijk groot, dus ik denk niet dat het een goed idee is om die hiermee in te steken. Maar ik heb rode en witte druifjes en blauwe besjes om dan te vullen. Om de bekertjes te vullen en dan af te werken met een cakeje, een aardbeidje en een lolly. Dat is toch het idee om dat zo eigenlijk mee te geven naar school morgen voor elk kindje. Dus ja, heel leuk. Ik ga dat even verstoppen voor Mia Lutje, dat zij dat niet kan zien. En dan kan ik dat straks allemaal maken en de ballonnen doen en alles mooi maken voor haar voor morgen vroeg. Ik denk wel dat ze dat leuk gaat vinden. En zo is heel de middag weer helemaal voorbij. Oh my god. Wat is er? Nee. Ah, omdat jij zo lacht. Ik ga gewoon een auto doen. Ah, oké. Okay. Ja, verrassing. Dus ja, we zijn onderweg om Mia Lutje te gaan ophalen op school. En daarnaast is haar te gaan ophalen bij de opvang. En dan hebben we nog een drukke avond voor de boeg. Er is echt nog veel op de planning vanavond, maar komt goed. We got this. We gaan iets simpel eten vanavond, dus dat is al gemakkelijk. En de rest hopen dat de kindjes beter gezind zijn als vanmorgen. En dat wij iets meer geduld hebben als vanmorgen. En dan komt dat helemaal in orde. Voilà, ik ben volop bezig met de tractaties voor een januari klasje. Look at this. Allemaal ballonnetjes. Ik moet dat nog een beetje deftig liggen hier, maar ik denk dat ze dat heel leuk gaat vinden morgen vroeg. Hi guys, we zijn de volgende voormiddag. Het is 11:30, dus we gaan direct vertrekken naar school om Jaloetje op te halen. Ik heb vanmorgen nog niks met de camera gefilmd. Maar zij was super, super blij met de ballonnen en zo. Vond ze echt mega, mega leuk. Ook super fier toen ze dan op school kwam. Dat ze jarig is. Dat is super fijn. We gaan haar direct ophalen.
En dan gaan we eten bij mijn oma. En dan waarschijnlijk, allez, als het weer het toelaat, want er is wel zo wat wind en zo, dus ik denk dat het eigenlijk wel frietjes is, gaan we misschien nog even naar een speeltuin buiten daarna in de buurt daar, zodat we misschien daar nog iets kunnen drinken en dat zij wat kan spelen en zo. Dat zullen we nog even zien. Dat gaat nog even afhangen van het weer en van hoe moe dat ze eventueel is. Maar ja, Andres die gaat direct wel klaar zijn, want wij moeten echt wel vertrekken. En ja, dan gaan we onze 3-jarige ophalen en lekker eten deze middag. En een leuke, gezellige middag hebben. Amai jongens, ik ben stik kapot. Maar echt, het is 7:15. Andres die ging nog een workout geven vanavond. Dus die is niet thuis momenteel. We hebben echt een supergezellige middag gehad. Het was keigezellig bij mijn oma. Maar daarna zijn we ook nog naar de speeltuin geweest buiten. En onze beste vrienden waren daar ook met de kindjes. En dat is mega leuk, want hun oudste zoontje en Jaloe schelen 6 maanden. Hij is 6 maanden ouder als haar. Maar die komen dus echt heel... Allee, die komen supergoed overeen. En die beginnen ook echt zo heel leuk samen te spelen en zo. Gelijk daar ook. Die hebben heel de tijd onder hun twee in de speeltuin aan het spelen geweest en zo. Supermooi samengespeeld. Wat superleuk is. We hebben haar rustig op het terras. Allee, wij konden wel op de speeltuin zien. En natuurlijk, ja, we konden nu wel echt in toog houden en zo. Maar we moesten niet... Zoals ervoor, altijd mee in de speeltuin en zo. Nu spelen die echt gewoon samen. Dus dat was kei leuk om te zien. Gewoon echt mega mooi om te zien. We hebben dan een muntheetje gedronken en zo. César heeft ook nog een dutje gedaan terwijl we daar waren. Dus ja, echt een heel fijne middag. En ik denk dat Mijloetje ook echt wel genoten heeft van haar verjaardag. Ook vanmorgen was ze super enthousiast op school en zo. En toen we haar gingen halen ook. En ja, was wel gewoon heel leuk. Dus ja, wij hebben ervan genoten. En zij heeft er ook echt wel van genoten. En daar ben ik mega dankbaar voor dat het zo'n leuke dag was. Ik heb nog wel echt niks deftig gegeten vanavond. Omdat ik eigenlijk gewoon echt nog heel vol zat van het eten van deze middag. We hebben dan ook een stukje taart gegeten en zo. En ja, het zat echt zo nog tot hier. Maar misschien dat ik toch wel even iets klein nog ga moeten eten. Want anders ga ik sowieso van de nacht honger hebben. Dus ja, ik denk dat ik nog even snel iets klein ga pakken. En dan... ja, echt niet veel speciaals meer doen. Ik ga mij gewoon in de zetel zitten en klaar. Ik ben echt stik kapot. Mijn hoofd is ook helemaal ontploft. Allee, ontploft niet, maar gewoon... ja. Ik ben echt moe, ook omdat César deze nacht... Mijloe was wakker geworden deze nacht. César was dan ook nog 2 keer wakker geworden. Ik was dan al om 5:20 met hem. Beneden... Omdat hij dan ook kaka had gedaan en zo. Ik weet niet of ik dat eigenlijk allemaal verteld heb. Maar ja, zwart, dan weten jullie het nu. Dus het was al heel vroeg dag. Ik ben ook echt laat gaan slapen voor mijn doen gisteravond. Omdat ik hier alles nog in orde wou zetten. We hadden nog een call en zo. Dus het was gisteravond ook echt een hele drukke avond. Maar ja, ik wou alles wel in orde hebben voor haar verjaardag vandaag. Dus het was een korte nacht. Maar morgen heb ik niet echt veel op de planning staan qua afspraken en zo. Dus misschien dat ik het dan gewoon even wat rustig aan ga doen. En het zo een beetje ga inhalen of zo. Ik weet niet.